Ook in deze webles uit de serie Eindexamentraining hv 5 gaan we kijken naar een elektrische schakeling. En in dit geval een schakeling met twee ongeveer even grote weerstanden. en een voltmeter. Met de voltmeter meet je de spanning over weerstand R2. Maar het aparte is dat we van allebei de weerstanden geen waarde hebben. En toch moeten we iets gaan doen met deze schakeling. Want de vraag luidt: leg uit wat er gebeurt met de gemeten spanning over R2. Als je de waarde van weerstand R1 kleiner maakt, ook hier hebben we weer een plan van aanpak. En eigenlijk ziet dat plan van aanpak er altijd hetzelfde uit bij een uh, elektrische schakeling. Eerst ga je namelijk afvragen: heb ik te maken met een serie, een parallel of gemengde schakeling? Daarna ga je proberen om alle weerstanden te vervangen door uiteindelijk één vervangingsweerstand. Daarna ga je iets zeggen over I totaal en pas dan Ga je kijken wat willen ze nu eigenlijk weten en waar moet ik nu eigenlijk antwoord op geven. Oké, okay, we gaan het uh, toepassen in deze situatie. De vraag is dus leg uit wat er gebeurt met de spanning over R2 als je de waarde van weerstand R1 kleiner maakt. En het uh, eerste puntje van het uh, plan van aanpak is dat we moeten gaan kijken wat voor soort schakeling dit is. En dat is niet heel moeilijk want de voltmeter die mag je wegdenken. Daar loopt zo goed als geen stroom doorheen. Dan hou ik twee weerstanden over en die staan in serie. Dus ik heb hier te maken met een serieschakeling. Als ik I totaal wil uitrekenen, kan ik met de wet van Ohm kan ik, uh, deze vergelijking opschrijven: I totaal is gelijk aan de spanning van de batterij gedeeld door de vervangingsweerstand. En omdat ik hier te maken heb met twee weerstanden in serie, kan ik in plaats van Rv ook opschrijven R1 plus R2. Wat heel belangrijk is, is dat je goed de formules opschrijft die je gebruikt in je redenering. Dus schrijf niet alleen tekst op, maar als je formules gebruikt, schrijf die er ook gewoon bij. Als je deze formule goed bekijkt, dan zul je zien dat wanneer R1 kleiner gaat worden en R2 verder niet verandert en U verder ook niet verandert, dan wordt dus de noemer van de breuk kleiner en dan zal de breuk in de totaal groter worden. Dus als R1 kleiner wordt, dan wordt jouw totaalstroom groter. Nu zijn we al uh, goed onderweg, maar we hebben nog niet het hele antwoord. Want we moeten iets zeggen over de gemeten spanning over R2. Dan moet je gaan bedenken, kan ik ook een formule bedenken waarmee ik de gemeten spanning over R2 kan uitrekenen? En ook hier geldt weer de wet van Ohm. Want voor de spanning die ik meet bij R2, ik noem het even U2, geldt dat die gelijk is aan de grootte van de weerstand, R2. Maal de totaalstroom. En ik heb net gezien dat als uh, ik R1 kleiner maak, dat dan de totaalstroom groter wordt. Nu kan ik doorredeneren. Als R2 niet verandert en de totaalstroom groter wordt, dan zal de gemeten spanning U2 ook toenemen. En nu heb ik dus duidelijk een antwoord gegeven op de vraag en ik heb het ook goed uitgelegd. Als ik R1 kleiner maak, zal de spanning over R2 groter worden. En het heeft alles te maken met het uh, hele idee van die twee weerstanden in serie. Zoiets noem je ook een spanningsdeler. En wanneer ik de waarde van R1 kleiner maak, zal een groter gedeelte van die spanning van 6 volt gaan zitten over weerstand R2.